Hallo Back Legion en welkom bij weer een nieuwe part van The Walking Dead Survival Instinct. Het is een beetje een lastige dit, maar ik heb nu een paar keer geprobeerd en het werkt nog steeds niet, maar dat komt helemaal goed. We gaan knifey doen. En zoals je ziet, er staat de X en RB en shit. Ik heb namelijk de Xbox controller gepakt, omdat ik het vermoeden had dat die game waarschijnlijk wel iets beter ging werken met een Xbox controller. Nou, een flashlight, ik weet niet, zo switch je wapens. En ik heb een shotgun mee. Fuck off. Bam, bitch. Een shotgun dus mee. En nog iets, omdat ik had het wat opgezocht. En er stond wat het beste was om te doen, was zo weinig mogelijk meenemen. Het liefst niks, behalve alleen een survival knife. En voor de rest moet je 3 pijlen oppakken. En als je die 3 pijlen hebt opgepakt, dan zou die zombie die bovenop de crossbow ligt, zou je dan moeten gaan aanvallen. Dus dat is het idee. Maar dat werkt volgens mij nog niet helemaal zoals bedacht. Dus we gaan even met de sledgehammer vol op zombies inrachen. Voor het eerste grootste gedeelte. En voor de rest is het gewoon een beetje doorrennen. Alleen ligt daar af en toe ammo en soms food. Heel soms. Maar wat we gewoon gaan doen is gewoon doorrennen. Naar de bar toe en fuck al die zombies. En je moet dus 3 pijlen oppakken. En dan de survival knife. En dan kun je dus de dude die op je crossbow ligt, kun je killen. Dit kunnen we gewoon skippen. Dus dat scheelt ook. En ja, we gaan gewoon proberen of het nu werkt. Want deze dude, die... Kijk, die ligt heel mooi daar. Dus wat moeten we nu doen? We moeten die pijlen oppakken. Dus 1, 2 en nummer 3 is hier. Op het dartboard. Die heb ik zelf ook al wel gevonden. Ja, op zich niet zo moeilijk. Nu hebben we er 3 en dan moet ik alleen die knife nog pakken. Als ik nu die knife heb. Dan zou normaal deze zombie, of deze deurtje nu moeten aanvallen en een zombie worden. Maar ik heb het nu al een paar keer geprobeerd en elke keer wordt hij geen zombie. Dus dat is een beetje het probleem. Die deur wordt geen zombie. En het enige wat ik eens ga bedenken om het elke keer snel te doen, is dus restart level. En het gewoon over en over en over proberen. Want zo gauw als deze jongen tot leven komt, dan is hij van zijn crossbow af en dan kunnen wij verder. Maar dit is een verdomd irritante en vervelende bug. Waar je dus helemaal geit Lazarus van wat. En er zijn maar 3 arrows. En dat zijn die 3 die ik net heb opgepakt. En dan de knife. Dus... nu moeten we wachten. Dan gaan we slapen hier in een hoekje. Want ik weet echt niet hoe de fuck je dit kan triggeren. Ik heb het nu al zo vaak overnieuw geprobeerd. En die deur komt gewoon niet tot leven. Dus als hij dat niet doet, jij. Dan, dan is het vervroegd einde van de serie. Heel simpel. En dan kan ik er ook niks anders van maken. Deze deur moet gewoon tot leven komen en dat doet hij niet. En ik zat al te denken van misschien moeten we op een bepaalde plek staan om het te triggeren. Dat je hier loopt en dat hij nu grijpt ofzo. Of dat je naast de crossbow zit om hem te pakken of weet ik veel wat. Maar dat verandert gewoon geen zak. En dit is wat we mee hebben. Bolts en hunting knife nu dan. En dat klopt ook, want dat zijn een paar dingen die we hebben. Dus, en ik denk misschien helpt het als ik een Xbox controller pak nu. Sowieso werkt het iets beter met PC, want het draaien met de muis is echt heel raar. Ik kan namelijk gewoon mijn muis niet meer gebruiken. Het is echt of het een of het ander. Ja, maar jij moet tot leven komen. I'm alive. Maar dat doet hij niet, dus ga ik nog een keer restarten. Ja, restart. Gaan we gewoon weer keihard rennen. En dan ga ik eerst de knife oppakken en dan de 3 pijlen. Maar ik weet dat dat niet wat doet, want dat heb ik al zo vaak geprobeerd. Dan gaan we even skippen, dan gaan we hier naartoe, stay at the car. Stay here, don't care. Switchen we gelijk naar... oh my god, heb ik nu...
En nu heb ik alles mee. What the fuck game. Elke keer als ik restart was er niks aan de hand. En nu restart ik en nou opeens hebben we alles weer vast. Nou, fucking care. Maakt er niet zoveel uit op zich als je alles mee hebt. Want je krijgt het wel weer terug. Als het goed is. Maar het ging er gewoon omdat het misschien dan wel werkte. Omdat die game wat beter werkt en bla 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 bla. Maar prima, we gaan gewoon met deze hele horde zombies achter ons aan de bar in. En dan skippen we deze video weer. We hebben in ieder geval nu volledig HP. Dus dat is wel iets. En hij moet dus tot leven komen. Bitch. Ik pak eerst de hunting knife op. Ik ga eens beginnen met die pijl. En ik begin altijd met de pijlen die daar zijn. Ik ga eerst die eens oppakken. Dan die. Val aan. Bitch. Dat doet hij niet. God damn it. En er is geen andere manier om die bug te fixen. Dat is het probleem. Dat kan gewoon niet anders. Die jongen die komt gewoon niet tot leven. En dat is fucked up irritant. Dan zit je hier een beetje stom vast in een kuthok. Ik heb ook al geprobeerd om dit te doen. Te droppen. En dan te kijken of dit leven kwam om het vervolgens weer op te pakken. Om het nog een keer te triggeren dat we 3 pijlen hebben. Ook niet. Het werkt allemaal voor geen fucking meter. Dus het enige wat ik dan kan bedenken is gewoon exit to main menu. Exit. En dan gaan we heel even hurt mode doen om de part vol te maken. Anders is het wel een hele korte video. En dan als het pech gehad. Echt, fuck jouw game. Simpel zat. Hurt mode namelijk is een wave survival mode. Dat is op zich wel leuk om af en toe een keer te proberen. En we gaan beginnen met pistol. En dat is op deze map. Dit is church map. En de wave begint zo. Dat duurt niet heel lang meer. Het is geen ladder om naar boven te gaan hier. Het is puur dit mapje. Het is niet als de lamp. Je kunt propaanpanken oppakken. Voor een big ass explosie. Kug. Komt het. Wauw. Zo'n lompe explosie. Nou, we gaan wel even met de lode pijp rondbanjeren. Heel veel walkers zijn er niet, er zijn er maar een paar per wave in het begin, daarna wordt het er steeds meer en meer. Hier achter kun je ook naartoe voor een klein deel. Hier binnen weet ik niet echt, nee, volgens mij wil zeggen, nieuw area open, nee, jawel. Holy crap, oeh fuck. Walkers remain, oké, dat is perfect. Want dat kennen we natuurlijk. Ons Call of Duty manier. Kijk, dit is ook veel makkelijker mikken om die luid in te nakken. Nou moeten we dus snel even alles oppakken. Wat we kunnen. Zoveel mogelijk ammo mee. Om zo lang mogelijk te overleven. Op zich, dit is wel een leuke additional game mode. En dit krijg je dus ook bij voor die 5 euro DLC. Even de deuren dicht. En ik wil even nog meer ammo oppakken. En meer eten en shit. En op zich zal dit dan wel een leuke afsluiter zijn van de serie. Shotgun ammo, rifle ammo, pistol. Pistol is vol. Drinkie. Alles is vol verder volgens mij. Rifle ammo nog niet. Rifle ammo nu ook. En nog drinkie. En er zijn nu iets meer zombies, er zijn er 7, dus dat valt op zich nog wel mee. Alright, nou moeten we steken. Steek! Ik zei nog zo mooi dat het makkelijker was, maar dat valt eigenlijk wel mee. Als je op hoge sensitivity speelt. Dat is het probleem, als je hoge sensitivity hebt dan is het niet zo makkelijk. Je moet hem echt in een bepaalde ring houden. Als je dat niet doet, dan... Echt lul. Oké, gaat hij laatst ons nakken? Nee. Allright, dan gaan we even food eten.
Gaan we hier nog wat drinken? Respawnt dat gewoon? Nee, denk ik niet toch? Oh wel. Zou me niet veel verbazen. Kunnen we hier, oeh, wat is dit? Een assault rifle. Holy crap. Fuck die lode pijp. En fuck andere shit. Inventory. How high power, dat is accuracy, close range, donderen we deze weg. En toen crashte de game naar Tourly. Ik heb nog even heel snel geprobeerd om die lama te killen. Of ja, om die lama te killen en dingen te vinden. Maar dat is niet gelukt. Pak even pistol ammo op. Rifle, shotgun, shotgun. We pakken geen rifle ammo op, waarom niet? Omdat we dus een zieke assault rifle hebben gevonden zo net. Beetje zonde om rifle ammo op te pakken. Laat maar op die manier, fuck off. Laat maar reloaden. Dank u. Ging niet helemaal zonder slag of stoot. Dat ding moest net al ontploffen, maar dat deed het niet. En dat was een nieuwe area unlocked, tenminste net wel. Dus ga er vanuit nu ook. Yep. Kan deze deur al open? Ja. Fucking awesome. Bam. We hebben gewoon een fucking assault rifle. Wat natuurlijk fucking epic is. Nou moeten we alleen een shotgun en al die zooi nog vinden. Pistol hou ik dus wel, shotgun ammo en food. Dat is het belangrijkste. Wat er is, rifle ammo zoals ik net al zei, dat is niet echt belangrijk voor ons. Omdat we daar gewoon weinig mee gaan doen. Shotgun ammo, rifle, pistol, food. Er komen veel zombies aan volgens mij. Oh, you bitch. Dood. Holy crap! Wat heeft die dude voor mismaakt gezicht dan? Back game. Die dude, what the fuck heb jij van gezicht? Holy crap, wat een lelijk hoofd. Fuck jou. We gaan even food. Die shit die respawnt wel volgens mij. Dus dat is wel handig. Shotgun ammo. Shotgun. En foodie food natuurlijk. We kunnen niet meer food meenemen. Wel nog wat commercial rommel. Drinkie drinken niet meer. Daar kunnen we er denk ik ook nog maar één van meenemen zo. En er is nog geen nieuwe area open, maar dat komt nog wel. Dat komt helemaal goed. En wave 4. Gaan proberen zoveel mogelijk met pistol en shit op te lossen. Shotgun moeten we nog vinden überhaupt, maar we hebben wel de ammo ervoor. Oh fuck. Kut, sorry. Ik vind het ook kut dat je hier niet aan kon ontsnappen door gewoon weg te rennen. Je moet echt al die fucking kutlui knijven met dat achterbakse beroerde kutsysteem. Wat voor geen zak werkt omdat je ondertussen aangevallen wordt. Daardoor werkt het niet, omdat je wordt aangevallen, wordt je aan alle kanten verneukt. Er zijn heel veel zombies. Daar vloog een zombie. Knife hem nou jongen, in zijn bakkers. En nog één zombie. Oh, for fuck's sake. Die shit is echt intens, als je hard genakt wordt door zombies. Van close range. En we gaan even hier naartoe, fuck de baseball bat. Hunting knife kunnen we niet droppen, omdat je dat nodig bent nou eenmaal, blijkbaar.
De rest vind ik allemaal best. We gaan even reloaden. Even food scoren weer. Food. We kunnen nu extra food meenemen, omdat onze pistol shit wat leger is. Kijk, hier is nog drinkie drinkie. Daar is nog drinkie drinkie. Is er nog een nieuwe area? New area open? Nee. Nog niet. Kut. Niet die shit naar mij toe lopen, vriend. Oh, for fuck's sake. Run, 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 run. Dat plan mislukt wel een klein beetje. Run. Ik ga namelijk uit dat ding schieten, maar omdat ik namelijk controller speel, staat auto-aim aan. En dat is niet altijd even handig, zeg. Soms wel, soms niet. Pistol, double barrel shotgun. Ik moet nog wel een shotgun hebben natuurlijk. Oké, okay, wat kunnen we eventueel wieberen? Fast action of die. Gooien we deze weg, denk ik. Ja, we gooien deze weg. En dan pakken we voor die in de plaats, pakken we de shotgun op. Dan hebben we nog drinkie drinkie. Waar ik er wel één van wil hebben trouwens. 18 drinkie drinkie. Damn. We hebben genoeg om te drinken, daar kunnen we niet heen. Wij wel. Uit de dinges, verder dat er zombies zijn, ja, dat dacht ik al wel. Te verwachten in die game. Ligt maar een propaan tankje nog, ja. Uitzoomen, dank u, stop met zoomen. Waarom in vredesnaam aimt dat ding daarop? What the fuck? Oh, hier kun je ammo gespawnd zijn. Nee, dat niet. De assault rifle is aan het opraken. Dat is niet zo mooi. Pistol ammo heb ik echt zo weinig pistol ammo, man. Damn. Shotgun. Pistol ammo. Is alweer vol. Ook vol. Shotgun ammo nog niet. Drinkie drinkie is ook nog niet vol. New area open. Dat klinkt veelbelovend. De kerk? Ja, de kerk area. Stop met aimen op de zombies game. Oh nee, oh for fuck's sake. Ik wou er langs rennen en dan grijpt er eentje je vast en dan heb je vervolgens de hele tijd dit. Ik vind het zo lelijk. Dit is echt zo fucking lelijk in die game. Terhuizen gegrepen wat er bij de lul. Dan heb je dit kut menu of kut gameplay element. En dan kun je verder niet. Waarom kan ik niet wegrennen? Waarom kan ik ze niet wegschuiven ofzo? Left 4 Dead style. Ga dood. Aan de andere kant is het normaal gesproken wel een makkelijke manier om alle zombies te killen. Als het systeem tenminste een beetje werkte. Maar dat doet het ook niet. Dat is zo wankel als de tyfus. Geloof me, tyfus is wankel. Ik kan zelfs op 8 benen nog niet terecht opstaan. Zo wankel is de tyfus. Steekie, steekie, stabby, stabby. Ook dood, nou, laatste dude. Ga dood, dank u. Fuck sakes. Yay, wave 7! Ik weet wel dat Call of Duty Black Ops Zombies een stuk makkelijker is. Gaan we even kijken?
Oh, damn it, dat zal wel de laatste area zijn, denk ik. Die keertje. Zou je ergens een assault rifle liggen? Kan ik hier op? Nee, natuurlijk niet. Assault rifle ammo. Oh, for fuck's sake, you serious? Oké, wat gooien we weg? Wat gooien we weg? Ah, ja, een van die shotgun ammo's kan wel weg. Assault rifle ammo. Ook daar, wat ligt hier? De rifle, ja, de bolt action rifle. Oeh, assault rifle ammo. Het is nog locked. Oh fuck. Nee, 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 nee. Blijven rennen, kut. We moeten ook nog even eten. Eten, 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 eten. Komt dat nooit goed. Oh fucking hell, jongen. Dat lopen en aimen in die game. Het controle maakt het er ook echt niet makkelijker op, maar... Auw, kijk, nou blijft hij aimen. Fucking aim assist. Bitch. Dat is zo fucked up irritant. Hij blijft aimen op mensen, ondanks dat ik een bocht wil maken. Ondanks dat ik hard rond wil draaien ofzo, dan zegt die game van, nee, gaan we niet doen. Allee, ik moet even rechtdoor, ik moet de D-pad aanraken ondertussen. Dan moeten we even gaan... Oh, kut, nee. We gaan 80-80 doen. Eet. Dank u. Switchen wij naar de double barrel shotgun. Het is echt handig om dat te switchen op zich. En next step bullet belt. Oh, oh, for fuck's sake. Oké, we zijn dood. Nom nom nom. Walker skilled 94, waves. Al die rommel, escape, quit, fuck it. Alright, dat was dan een vervroegd einde van de Walking Dead Survival Instinct serie. We hebben 9 parts kunnen halen. Sad face. Ik vind het wel kut, want ik begon er nou wel net een beetje in te komen. Ik vond het leuk. En die game, die wil mij gewoon geen crossbow geven. Die game heeft gewoon iets tegen mij, wat ik niet lief vind. Maar die game wil mij gewoon geen crossbow geven. Dus kunnen wij niet verder met die game. En dat maakt mij zeer verdrietig. Nee, dat nou ook weer niet. Maar ik vind het gewoon kut. Die game hoort gewoon te werken en hij werkt niet. Het is zo buggy als de tyfus af en toe. Er zitten leuke dingen in, zoals in het ziekenhuis. En daar vond ik echt vet om te doen. Maar dit was echt gewoon een ramp. Er wordt gewoon niks geactiveerd. Je hebt die 3 pijlen opgepakt en die knife, dat moet je doen. En de video's ervan zijn. Er zijn meer mensen die het probleem hebben, maar sommige mensen werken het gewoon niet. Nou ja, ik blijf niet eeuwig bezig natuurlijk. Ik hoop alsnog dat jullie het een leuke serie vonden voor hoe lang het duurde. En het zal vast wel goed gekomen zijn met de crossbow en ze ontsnapte en leefde nog langer gelukkig. Ik denk dat dat het einde is. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, zoals ik zei, ook als serie. Laat het weten in de comments. Geef natuurlijk een dikke thumbs up. Deel met je vrienden en zet mee je favorieten. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Laters.